heb je ook iets moois gemaakt. Ja. Wat leuk. Ja, heb je het zelf gemaakt? Beetje verlegen. Ja, gelukkig wel. Even kijken. Mag ik even vasthouden? Ja. Oh, meesterwerk. Hoe lang moet jij dan? Voordat je 104 bent. Wat leuk. Heb je een jaar gefeliciteerd? Zo. Dag maar eens even naar. Goedemorgen. Tommy ook! Ja, dankjewel. We gaan gefeliciteerd met uw 104e verjaardag. Ja, echt. Dat is een verjaardag. Het is geweldig dat u elk jaar nog opvindt. Ja, ik heb een mooie pasboel meegenomen. En ik moest u ook de hartelijke groeten van mijn vrouw doen en de felicitaties. Ja! Ja, zeker. Geweldig dat u 104 bent geworden. Ja, fantastisch. Ja. Ik voel me niet zo. Nee. Ik zou maar zeggen, het is ook niet aan te zien, maar ja. Mooi hier, hè? Ja. En toch bedankt. Ja, helemaal. Gefeliciteerd met uw 104e verjaardag. Want de oudste persoon die ik privé kende was de oma van mijn vriend. Die is 102 geworden en u nu 104. En wat ik prachtig vind, en ik weet niet of dat te maken heeft met boven de 100, dat zowel u als de oma van mijn vriend bepaalde mensen waren die gewoon op een hele mooie manier in het leven staan. Ik hoor u vanochtend ook weer zeggen van, ik kom pas kijken. Of de tijd gaat snel. Of de glimlach komt, dan glimlachen we door. U bent een mens die veel meegemaakt heeft in uw leven. Zowel privé als de hele geschiedenis om u heen. U bent van 1913, dankjewel voor het meetellen. 1913. Dus, ja, hoe jonger hoe jonger beter. Dus u heeft gewoon gigantisch veel meegemaakt. En ja, u gaat op een bepaalde manier door het leven. En 104 is u gegeven. Maar 104, ja, betekent ook dat u gewoon een heel krachtig mens bent. Vorige week was het allemaal nog een beetje spannend. En toch zit u hier weer. Nou, ik vind het geweldig. Ik ben er tevreden mee. U bent er tevreden mee. Nou, dus nogmaals hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Dankjewel. En ik vraag nu even heel veel stilte, want we gaan nu twee dingen doen. Ik vraag eerst aan mevrouw Seffelaar of ze nog één keer voor ons Johanna wil doen. Ja. Zou dat lukken, mevrouw Seffelaar? Ja. Mag ik blijven zitten? U mag blijven zitten. Ik geef u alvast. Nee, ik geef u wel alvast de bloemen. Oh. Maar neem ze ook weer mee. Ja, dan doe ik het wel. Dan doet u het wel. Nou, kijk. Zo. Voor de jarige. En dat is zij. Hyper de piep. Hoera. Leuk. Alsjeblieft.